verhaal gaat over een tante van mij die niet in staat was om kinderen te kunnen baren. Mijn moeder, zij had genoeg kinderen. De vijfde aan de zesde kinderen van haar waren een eigen tweeling. Mijn tante werd daardoor jaloers. Zij vond dat ze recht heeft op een van de tweelingen. De afstand was ongeveer 700 kilometer. Toch was mijn tante en haar man bereid om de hele reis te ondernemen om bij ons op bezoek te komen onder het mom van feliciteren. Maar wat deed mijn tante? Ongemerkt mijn eigen tweelingbroer meegenomen naar haar huis, naar het oosten van Marokko. De paniek bij mijn moeder werd alleen maar groter. En de onmacht werd bij haar groter. En toen hebben ze dus haar troost gezocht in tranen. Ik kwam één keertje persoonlijk zelf mijn broertje tegen. Ik was 5 of 6, kwam ik hem bij mijn opa tegen. Toen de tante zag dat wij aankwamen, zich gelijk haar kind gepakt en vertrokken. Maar ik had wel een korte blik van mijn broer kunnen stelen. En ik was natuurlijk verbaasd dat iemand precies op mij leek. En ik vroeg, wie is die? Maar het was een soort volwassenencomplot. Alle volwassenen aan wie ik dat vroeg, zeiden ze tegen mij, er zijn genoeg mensen die op jou lijken. En ik vond het grappig dat heel veel mensen in deze wereld op mij lijken. Dus zeker de eerste 2 jaar dacht ik, goh, er zijn genoeg mensen die op mij lijken, genoeg mensen die op mij lijken. Maar ik kon gewoon niemand vinden die op mij lijkt. Want het vreemde van alles is toen ik hem zag. Hij was mijn beste maatje geworden, met wie ik alles kon delen. We konden alles delen. Hij was mijn liefste broer geworden van alle broers en zusters. Wij telepathisch deden wij echt alles al. We hoefden niks tegen elkaar te zeggen. Ik mis wel hem wel. Ja. Mijn broer, inderdaad. Het is een waar gebeurd verhaal. Een verhaal die nooit een plekje kan krijgen. Een verhaal die bestaat al op zich.